ga je gewoon afbreken. Ik ben 26 jaar, ik heb meer ervaring als hem. Ik ben Nordin Bermont. Ik ben geboren getogen in Antwerpen. Ik doe al 16 jaar Thaibox. Mijn ouders komen ook uit Antwerpen, maar zijn geboren in Marokko. Ongeveer 40 jaar geleden zijn die naar hier gekomen. We zijn met 9 thuis. 6 broers en 3 zussen. Dus 5 broers en 3 zussen. met mij erbij zijn we met 6. Enfusion is een van de beste organisaties van de wereld. Waarom de meest opkomende vechters zijn in Enfusion. Ik zie geen enkele organisatie met de meest opkomende vechters. En ik denk dat Enfusion echt gaat stijgen rond de hele wereld. Ik denk dat Enfusion mij de kans kan geven en, om het beste te worden. Dat sowieso. Maar ik moet me eerst bewijzen zelf tegen de opkomende vechters. Laten zien dat ik de beste ben. En zo ga ik sowieso de beste vechters ook krijgen. Op dat moment vond ik dat spijtig. Had ik ook ervoor, want ik had dat helemaal anders verwacht in de loting. Maar ja, het is nu gewoon zo. Ik vond het spijtig, maar ja. Zoals hij heeft gezegd, hij wil het zakelijk houden. Dus moeten wij het ook zakelijk houden. De enige reden waarom ik niet tegen hem wou vechten is de eerste, omdat hij ook jong is. Hij is een jonge jongen. Omdat hij Marokkaan is. Ik ben een klein beetje nationalist. Ik wil altijd dat de Marokkanen naar boven gaan. Hij is nog jong. En ik ga hem gewoon afbreken. Ik ga hem gewoon afbreken. Ik ben 26 jaar, ik heb meer ervaring als hem. Hij heeft nog niet echt tegen goede vechters gestaan, tegenover mij. En ik hoop dat hij na mijn wedstrijd niet gaat stoppen. Dat is de enige reden waarom ik niet tegen hem wou vechten. De eerste wedstrijd. Ik ben er sowieso overtuigd dat ik van hem ga winnen. Anders zou ik ook niet meedoen aan deze wedstrijden. Maar dat weet ik niet. Tayfun moet nog winnen van Philip Salmon. Je mag niemand onderschatten, niemand. Veel water, diepe grond. Philip Salmon, die kan vanuit niks komen en Tayfun KO slaan. Je weet nooit. Dat is Thaibox. Ik heb nooit tegen één wedstrijd van ja, deze is sterker en die andere is sterker. We gaan niet. Die wedstrijd moet gewoon gevochten worden. Dus ik verwacht Philip Salmon of Tayfun. Ik focus me gewoon op Jaraja en wat daarna komt, gaan we wel zien. Ik doe gewoon mijn ding zoals ik altijd doe. Ik train altijd hard. Of tegen Jaraja of tegen iemand anders. Ik train gewoon hard. Ik probeer alles uit de kast te halen. Ik hoop dat ik de komende 3 jaar, elke 3 jaar wereldkampioen word in Fusion. Dat hoop ik. En ik hoop dat ik enkele namen kan verslagen in deze 3 jaar. Dat ik nummer 1 sta. Ik ben Nordin Bermont. 27 februari gevecht in Eindhoven. Een 4-man toernooi. Ik probeer allemaal aanwezig te zijn. En koop een ticket op enfusiontv.com.